U heeft de diagnose obstructief slaapapneu gekregen. Slaapapneu is een aandoening waarbij de ademhaling tijdens de slaap herhaaldelijk stopt. Deze ademstops worden veroorzaakt door een blokkade in de luchtwegen. Door bijvoorbeeld overmatig ontspannen van de spieren en het zachte weefsel rond de keel. Dit leidt tot een wekreactie, ook wel arousal genoemd. We spreken van slaapapneu als de ademhaling minstens 5 keer per uur stopt, met steeds een duur van tenminste 10 seconden. Doordat het lichaam ontwaakt, wordt de diepe slaap niet of nauwelijks bereikt. Dit leidt tot een slechte slaapkwaliteit. Daarnaast zorgt het voor een daling van het zuurstofgehalte in het bloed. Dit kan schade aan de vitale organen veroorzaken en vergroot de kans op hart- en vaatziekten en op herseninfarcten. De oorzaak kan anatomisch zijn, zoals een smalle luchtweg, grote amandelen of een afwijkende kaakstand. Maar ook roken, alcoholgebruik en overgewicht kunnen ademstops veroorzaken. Kenmerkende klachten, naast de ademstops, zijn ochtendhoofdpijn, een droge mond in de ochtend, overmatige vermoeidheid overdag, concentratieproblemen en depressie of neerslachtigheid. Omdat slaapapneu ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, is het van belang om het te behandelen. Slaapapneu kan in de meeste gevallen echter niet worden genezen. Behandelingen zijn daarom vooral gericht op klachtvermindering. Er zijn verschillende manieren om slaapapneu aan te pakken en risico's te minimaliseren. De meest voorkomende behandeling is paptherapie. Hierbij blaast een klein apparaat lucht de luchtwegen in, om deze met luchtdruk open te houden en zo ademstops te voorkomen. Andere mogelijkheden kunnen zijn: een mandibulair repositieapparaat, MRA, wat de onderkaak naar voren duwt, of een slaappositietrainer, SPT, wat voorkomt dat er op de rug wordt gelegen. Dit is bedoeld voor POSA, positioneel obstructief slaapapneu. Uw behandelaar bepaalt welke therapie het best voor u geschikt is. Informatieve video's over deze behandelingen kunt u vinden op ons YouTube-kanaal.